1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De belangrijkste reden dat ik mijn kind hier op de peuteropvang heb aangemeld is dat hij leert samenspelen, de taal, dat hij niet gehecht is aan mij en dat hij ook met andere kinderen leert spelen behalve zijn broers. Mijn zoon over 2 maanden gaat 3 jaar worden. Ik vind het leuk, gezellig hier bij de peuterspelenzaal. Ik vind het echt belangrijk dat Elisa hier kan communiceren met andere kindjes. Zij kan samen spelen, ontmoeten elkaar. Hij kan nu heel goed praten. Het woordenschat is uitgebreid voor hem. Hij vindt boekje lezen het leukst. Als hij thuis komt, komt hij meteen met een boekje naar mij toe en ik moet een boekje voor hem voorlezen. En dan gaat hij me ook navertellen. De peuters, ze komen binnen. Ze zijn meestal wat onzeker. En in de loop van de tijd worden ze steeds zekerder. Waarom worden ze zekerder? Omdat ze krijgen de kans en de vrijheid om meer te proberen. En ze krijgen ook de nodige structuur en begeleiding vanuit ons om steeds meer te doen. Hier is een regelmaat. Thuis heb je dat ook, maar hier is het dan ook echt van we gaan nu eten. Dan zit je samen aan tafel met andere kinderen. Dan zie je hoe de kinderen dan eten. Dus dan doe je lekker mee. Dat zal lekker smaken. Eet maar op en drink maar op. Ze speelt in de speeltuin met klasgenoten. Ze doet een opdracht, doet ze samen. Ze gaat lekker kleien met de anderen. De kinderen die al gewend zijn om zonder hun ouders in een groep kinderen te spelen en te zijn, die komen meestal met meer vertrouwen de klas in. Ik vind dat breng jouw kind naar peuteropvang is de beste investering wat jij kan doen voor jouw kind. Nu. Tik-tik!